Als ik het durf, gaan we nu beginnen. Hoi, ik heb een hele leuke verrassing vandaag, want ik ben hier samen met Claire. Hallo iedereen. Nieuws is dat je vanaf nu weer allemaal video's van mij kan verwachten in samenwerking met Omoda. Ik ga weer een jaar lang de tofste, leukste video's voor jullie maken. En we beginnen met de nieuwe Shoe Stories, want dat vonden jullie heel erg leuk. Maar eerst wil ik weten waarom je op Instagram Klaartje Roos heet. Iedereen in mijn familie noemt me altijd Klaartje, want ik ben meer een Klaartje dan een Claire. En Roos is mijn tweede naam, dus eigenlijk zo is het een beetje ontstaan. Opeens was jij daar op Instagram en het ging keihard. Wat is soort van je geheim? Ik studeerde een Amsterdam Fashion Institute. En op een gegeven moment toen heb ik een minor inspirerend leiderschap gedaan. En tijdens die minor ben ik gewoon heel erg bewust bezig geweest van oké, weet je, wat wil ik en waar wil ik naartoe? Toen heb ik meegaan aan de Grazia Eat Kill Contest. Oh, en daar is dat het, wist ik ook ja, wel. En toen is het ontstaan en toen is het een beetje gaan rollen. En toen uiteindelijk naar New York verhuisd en na New York ben ik er zelf vol voor gegaan. Ik ben heel picky op schoenen. Ja? Schoenen vind ik echt het allerbelangrijkste wat er is. Omdat je moet je voorstellen dat als je ergens naartoe gaat of je iemand ziet, dan kijk je altijd van boven naar beneden. En dat onderste onthoud je. Ja. Dus schoenen zijn echt het allerbelangrijkste van de outfit, vind ik zelf. Zullen we gewoon maar gaan kijken? Is goed. Ik ga je volgen naar je schoenenkamer. Kom maar mee! De kast. Ja, hij is niet zo groot zoals je ziet. Nee, maar ik vind dat dus juist heel leuk. Want ik dacht dat hij heel groot zou zijn met heel veel kleding. Dat hebben heel veel mensen. En iedereen die hier binnenkomt, die heeft echt zoiets van, hè, zo'n kleine kast. Maar hoe leuk is het? Want nu laat je dus wel zien dat je met heel weinig opties ook hele toffe creaties kan maken. Ja. En de schoenen, je bent dus heel erg een sneakermeisje. Ja, heel erg. Echt heel erg. Laten we even wat pareltjes doornemen. Ja. Oké, dit zijn dus alle schoenen. Ja. En ik zou meteen denken, oh, stoere chick. Ja. Want eigenlijk zie ik maar 3/3,5 hak. Weet je wat het gewoon eigenlijk is? Platte schoenen lopen lekkerder, dus waarom niet? Je hebt helemaal gelijk. Ja. Yeezys! Ja, verschrikkelijk. Ik ben ook echt helemaal, ik moet ook alles hebben. Dit is mijn eerste. Ik wilde ze heel graag. En toen ben ik uiteindelijk in Antwerpen bij Renaissance terechtgekomen. En toen heb ik ze kunnen krijgen. Terwijl het daar echt een rij stond van mensen die een week daar hadden geslapen en zo. Dat zijn deze. En waarom? Oh, die zijn heel sexy. Ja, omdat ik het een heel vrouwelijk schoentje vind. Mm-hmm. En ik kon eigenlijk niet kiezen. Ik had deze en deze, toen kon ik niet kiezen. Toen heb ik heel hard gewerkt en toen heb ik ze maar in één keer tegelijk samen gedaan. Hij mag niet te laag zijn. Ik kan echt niet tegen lage hakken. Het moet of heel hoog, of het moet iets, zeg maar, robuust. Ja, ik weet niet, iets stoers of zo. Ik weet niet wat het is. Maar wat vind je dan van een kitten heel? Ik ben niet heel erg fan van. Ervan. Ja? En een slingback of zo ook niet? Nee, niet. Ja, het ligt eraan. Het ligt er ook aan hoe je het draagt, moet ik wel eerlijk zeggen. En deze gigantische hakken die daar liggen. Ja. Ja, hou op. Maar even. Ik vind het verschrikkelijk. Nee. Ik vind het, dit is mijn droomschoen. Want dit is de lengte die ik had moeten hebben. Nou. Dit is echt 20 centimeter of ja, zo. Ja, zoiets. Sneakertrends, ja. Ja. En de rest op gevoel. Ik vind loafertjes ook heel leuk. Het zit lekker, het is vrouwelijk en en goud. Ik zie heel veel goud en zilver. Ja. En deze jongens, dat is natuurlijk wel in de trend van echt de chunky schoen. Ja. Ja, en ik vind het gewoon cool, weet je. Ik vind het gewoon sportief en het zit lekker. Ik ben ook wel echt helemaal gek van die plateau. Toch deze? Yeah. Heb je die op een bijzondere date aangehad? Mm-hmm. Dat werkte goed. Het werkte heel goed, ja. Maar verder heb ik ook deze stoere schoenen. Mm-hmm. Ze worden niet geliefd door mijn vriendinnen. Die vinden het echt verschrikkelijk. Echt waar? Ja, die vinden het echt klaar. Waar haal je dit dan weer vandaan? Ik heb deze in zilver. Ja, ik vind ze ook heel cool. Maar ik denk dat ze het nog een beetje aan moeten wennen. Mm. Maar ik had deze schoenen aan. Ik had ze echt net nieuw. En ik zei tegen vriendje, nee, we gaan alleen uit eten. Verder niks. Nou, toen ben ik uitgegaan. Anna. En toen? En mijn hele schoenen naar de... Ja, het is gewoon niks meer. Ze zijn dus niet meer schoon te maken. Echt. En dan kan je toch huilen? Ja, en ik ben ook echt op zoek naar iets wat de schoenen schoonmaken. Dus als je iets weet, Anne. Oh, als iemand iets weet in de comments ook, laat het even weten. Die heb ik eigenlijk niet. Nee? Nee. Maar dat is het voordeel, denk ik. Als je zo'n kleine kast hebt, dan doe je veel weg. Ja. Ja, dat ook. Maar ook, ik heb wel eens vroeger wel eens natuurlijk slechte aankopen gehad. Maar daar heb ik veel van geleerd.
Nee, we zijn nu nog heel ver hè, in de winter, nog een beetje. Maar festivalseizoen komt er ooit weer aan. Ja. Wat zou je daar... Doe je dan ook sneakers aan of ga je dan voor een ander model? Nou, ik ga dit jaar naar Coachella. Dus ik ben ook al helemaal bezig met mijn outfits, of course. En ik ben dan wel echt meer van de cowboy boot of zo. Ik weet niet, ik vind het gewoon stoer en een soort van... Ja, het zit lekker, het mag vies worden. En ik ben natuurlijk echt heel zuinig op mijn sneakers. En dit kan wel gewoon vies worden. En hoe ouder ze worden en hoe vertrager ze zijn, ze alleen maar mooier. Het zijn dus nog schoenen van mijn zusje. Maar ze heeft ze zelf nooit aan. Wow. Ze heeft ze gekregen ooit voor de verjaardag. En de enige gelukkige eigenaar ben ik. Want zij is net verhuisd ook uit mijn huis. En ze heeft dit laatst achtergelaten. Dus deze hou je soort van ter ja, ere van ik je hoop zus. Dat ze dit niet gaat zien. Want ze weet nee, het niet. Maar eerlijk, ik heb gehoord dat zus Lief ook best wel wat dingen hier vandaan heeft meegenomen. Ja, zeker. Dus zeker. Op zich vind ik dat jij deze jongens dan mag houden. Ja. Blad. Een hak met een te dunne... Hij was te dun en kon er niet op lopen. Mijn date hakken. Cheesy. Ik denk... dat het waarschijnlijk de Jeezy zijn die nog niet uit zijn, maar wel uit gaan komen. Fans. Zorg dat je schoenen altijd schoon zijn. Want vieze schoenen, daar ga je niet mee de deur uit. En daarnaast, zorg dat je sokjes of zeg maar expres te zien zijn of niet te zien. Maar ik kan er niet tegen als de sokjes een soort van klein randje. Daar kan ik echt niet tegen. En dit was het. Dit was de allereerste aflevering van Shoe Stories. Nee, het was echt super leuk. Ja, was het leuk? Ja, zeker. Een beetje. Beetje eng. Beetje. Maar je deed het heel goed. Heel natuurlijk. Vergeet ook niet te klikken op de link in de beschrijving. Dat is mijn Omoda inspiratiepagina. Daar vind je allemaal schoenen in jouw smaak. En voor nu dankjewel voor het kijken. En de volgende gast wordt ook een hele leuke spannende. Dankjewel voor het kijken. Ik zie jullie snel weer. Doei. Ciao.